Ja, daar ben ik weer. Je favoriete vriend. Altijd gezellig, het is 5 december. Ik heb nog een gedicht voor je. Voor het tweede geschenk. Het is prachtig. Lieve Mirjam. In het huishouden van... ga je van kamer naar keuken. Je wilt het thuis allemaal zo goed mogelijk. Vervolgens vlieg je van het toilet naar de ruime gangkast. Alles is al 3 keer van top tot teen. Oh Piet, wat een werk is dit zeg. Je bent een heerlijke gezelligheidsdier voor je visite. Ben jij bij Mirjam op bezoek? Voel je je altijd de... Piet, draai het liedje zo nog een keer aan. Gezellig. Alles waarlijk tot in de uiterste puntjes verzorgd. Plezier is aan de Abraham Kuiperweg. Maar door al dat gevlieg en geren sluiten je sokken en verlies je je grip en maak je soms... Oh. Nou ja Piet, je moet wel de volgorde handhaven, anders gaat het hele gedicht naar de knoppen. De dichtpiet heeft wel zijn best gedaan. Daar wil je je kledingkast. Oh nee, kleding Piet iets op verzinnen. En daarom nu gekocht dit heerlijke voeten. Zoek je toch? Nee, linnen. Het gaat helemaal fout, lieve Mirjam. De dichtpiet heeft het weer helemaal verabbezakt. Het was linnen. Ah, de laatste. Dit cadeau zorgt voor fijne warmte en solide grip. Dus, pak het nu maar uit, mijn lieve. Het is echt een...